Jalala. Zo. Een hele goedemorgen bij deze nieuwe vlog. Welkom, lieve YouTube-kijkers, bij de Stofjes. Ja, ik ben bezig sporten, dat sowieso. Maar... ja, gisteren onze laatste wedstrijd gehad. Dus, voor het voetballen, voor mij zit het er in principe op. Nou is natuurlijk de vraag van hoe gaan we dit dan dadelijk doen? Want meestal was mijn zondagpraat ging toch een beetje over het voetballen. En over de dingen die er gebeurd waren of zijn of iets dergelijks. En nu? Kijk, er zijn natuurlijk nog altijd wel dingen waar ik wel nog een beetje in betrokken ben, blijf. Komende donderdag hebben we natuurlijk de barbecue. Dan gaan we afscheid nemen van het team, van elkaar. Maar vrijdag hebben we weer een 7 tegen 7 toernooi bij Juliana. En daar ben ik ook weer bij. Dan hebben we in juni, eind juni geloof ik, nog een rommelmarkt. Ben ik ook weer bij. Dus er zijn wel van die dingen die ik nog wel blijf doen. Alleen ja, de zondagen die zullen anders worden. Want ik hoef niet meer naar het voetballen. Ja, wellicht dat deze indeling ook iets anders gaat worden. Maar dat weet ik niet, want op zondagmorgen sporten, dat vind ik nog steeds leuk. En alleen ja, dan zijn er andere zaken die dan gaan spelen. Het zij dat ik dan, als het mooi weer is, even gaan motorrijden of dat we ergens uiteindelijk naartoe gaan, whatever. Ja, en dan moet je natuurlijk onderwerp hebben. Of onderwerpen. Je wil dingen hebben. Dus ja, daar moet even naar gekeken worden hoe dat gaat worden. Ik weet het niet. Ik heb nog geen flauw idee. Nou, dat is één. En wat zie ik nou dan? Oh nee. Nee, ik dacht even dat ik de oude auto van mijn moeder zag. Maar dat was dus niet. Goed, ja, dus dat wordt wat. Het kan ook zijn dat ik weer andere dingen meer ga doen. Dus juist wel weer, dus niet meer de zondagpraatjes. Ik moet dan zeggen, nee, wel de zondagpraatjes, maar ook misschien wat meer gewone vlogs gaan maken. Omdat ik natuurlijk nog meer tijd heb. Ja, we zullen het wel zien. Ik wacht wel af. Ik kijk hoe dat allemaal gaat lopen. Vooralsnog is het in ieder geval na gisteren qua voetballen is het klaar. Wellicht dat er nog wel andere dingen zijn dat ik nog wel een keer iets met het voetballen moet gaan doen of meegaan of ja, invallen, dat weet ik niet, maar we zullen wel zien hoe dat gaat lopen. Dus tot nu toe is het in ieder geval klaar. Nou, vorige week wel mijn vlog voor Van de Beker wedstrijd erop gezet. Ja, daar kun je natuurlijk wat van vinden. Er waren een aantal jongens bij die vonden mij te lang. Snap ik, 1 uur en 10 minuten. Ja, ik probeerde toch zoveel mogelijk wat in die vlog te laten zien met betrekking tot die wedstrijd, wat er een beetje gebeurd was gaande de wedstrijd. Ja, misschien had ik er wat meer kunnen inkorten, maar ja, het is wat het is. Ik heb er tijd en energie in gestoken en dat vond ik leuk om dat weer te doen. Ik merkte ook wel dat ik het ook wel weer dat ik het ook echt weer leuk vond om zo dingen met elkaar te knutselen. Dus zeg maar het editen, dat ik dat ook wel weer leuk vond. Dus
misschien dat dat mij ook wel weer triggert om dus weer gewoon wat meer vlogjes te maken. In plaats van deze zondagmorgen vlog. Of deze zondagmorgen vlog erbij. Die zeg maar ongesneden, min of meer ongesneden erop komt. Dus dat wat ik opneem, wat ik nu zeg, wat ik doe, daar ga ik niet in knippen. Dus zeg ik iets fout, dan zeg ik iets fout, zeg ik iets onbenulligs, zeg ik iets onbenulligs. Dat komt dan zeer erg vaak voor. Tenminste. Misschien ook wel. Misschien vindt het anders wel, maar heel onbenullig. Maar goed, dat interesseert mij niet. Maar ja, dat zijn wel van die dingen waar je, ja, waar je er wat over gaat nadenken. Dus nogmaals, zo'n editing, dat kost best veel tijd. En ja, dat dus. Ik, volgens mij rijd ik met, dat is wel een leuke, volgens mij rijdt mijn vrouw voorbij bij de winkel. Ja, die zat in de auto, die had mij volgens mij ook niet gezien, maar ik denk van, volgens mij, die auto komt bekend voor. Maar, nee hoor, dat zou ik weer zien. Dat dus. Nee, maar, ja, nogmaals, dit is gewoon puur. Dus opnemen, plaatsen, klaar. Daarom zijn ze ook allemaal kort. Wat ik al zeg, op het moment dat je zo'n vlog gaat editen, ja, dan wil je toch wat dingetjes bij doen, muziekje eronder, wat extra toe erbij. Er extra bij opzetten of fotootje toevoegen of iets dergelijks. Ja, dan ben je er gewoon meer mee bezig met het editen. En dat kost gewoon wat tijd. Maar nogmaals, het is wel leuk. Het is wel leuk om dat te doen. Om dus voor elkaar te krijgen dat je dingen elkaar kunt krijgen. Dat zo'n overloopje leuk is. Noem maar op. Maar ja, waar het hem in zit is het compleet afluisteren van jou. Van de dingen die je hebt opgenomen. Dat je daarmee bezig bent. Dus heb je 3 uur vlogmateriaal erop staan. Ja, dan ben je bijna, bijna genoodzaakt om dus 3 uur lang te kijken. En dan te gaan knippen. Om tot iets van een 3 kwartier tot 1 uur uit te komen. Dus, maar goed. Tot nu toe is het anders. Ik ga stoppen. Voor nu in ieder geval, ik zou zeggen voor de rest een fijne zondag. Nou, de mensen die dan kijken, want het is wat laat op de dingen zet, misschien zet ik hem daar wel erop. Heel kort, omdat ik dan toch thuis ben, hoef ik nergens heen. Dus misschien zet ik hem nou zo meteen wel erop, nou dan heb ik me vroeg. Dus, maar goed, ik ga naar binnen en ik zeg tot de volgende week. De groeten en duimpje. Abonneren. Welkom. Heel graag. Ciao.